Hakuna Matata. Je hebt het of niet? Mensen, we kennen allemaal wel het spreekwoord. We weten allemaal over welke film het gaat. Ik hoef eigenlijk helemaal niks uit te leggen over de Leeuwenkoning, oftewel The Lion King. Deze film is toch wel onder jullie en mij een van mijn favoriete Disney-films. En waarom? Wat maakt deze film nou zo bijzonder? Wat is nou zo speciaal aan The Lion King? Misschien wat het je mee kan blaren met cd's. Dit is trouwens een hele oude, die heb ik al heel lang. Nederlands. Ja. Ik denk dat het belangrijkste gedraait natuurlijk om de films. En vooral als je zo'n grote, dikke box hebt van alle drie de films. The Lion King 1, The Lion King 2, The Lion King 1,5, 3. Het is een beetje apart. We kunnen beter zeggen dat die film gewoon tussen 1 en 2 vallen. Gaat dat nog lukken? Ja, zo. Dus dit zou de goede volgorde zijn. Lion King 1, 3 en 2. Ik snap het niet meer. Maar we beginnen gewoon bij film 1. Dat is misschien beter. De Leeuwkoning vertelt het verhaal van de Afrikaanse savanne, waar de koning der dieren, de leeuw, heer en meester is. Koning Mufasa die woont samen met zijn vrouw Sarabi en de andere leeuwen op een grote koningsrots. En deze rots die herkennen we natuurlijk. Kijk maar. Ja, dat is hem. Niet te missen. In elke Disney-film hebben we natuurlijk ook een villain, oftewel een slechterik, een bandiet, een... Ik weet niet hoe je het wil noemen, maar ik noem het gewoon de villain. Een tegenstander, misschien is dat een leuk woord, een tegenstander. In dit geval is het Scar. Klinkt al heel erg gemeen. Ik bedoel, Scar betekent litteken. Scar is weer de broer van Mufasa. Mufasa is de koning der dieren, maar wat Scar eigenlijk ook wil, dat is koning worden. Maar zijn broer is koning geworden. En dan komt natuurlijk de grote jaloezie van ik wil die plaats op die troon. Oftewel de koningsrots. In een poging Mufasa van de troon te stoten en ook zijn opvolger Simba uit de weg te roepen, roept Scar de hulp in van zijn verstoten dieren die onderaan de voedselketen staan. Die hyena's. En dat zijn toch wel drie soort hoofdrol hyena's, om het zo te noemen, die eigenlijk in mijn ogen erg leuk zijn bedacht. Je hebt natuurlijk een vrouwelijke, een beetje een verstandelijke. Daar heb je de mannelijke. Is nog niet helemaal de slimste. En dan hebben we natuurlijk echt de dommerik. En ik vind dat echt heel leuk gekozen. Want ja, de karakters zijn gewoon bijzonder en niet te vergeten. Je vergeet die karakters gewoon niet. There he is. Let's go. Little roar. Op een gegeven moment gaat het fout. Er zit een klein. Er komt bij iedereen gewoon een traantje in de ogen als Mufasa. Als er iets met hem gebeurt. En ja, de meeste mensen weten het wel. Daarom zit ik nu te denken, zit ik nou spoilers te vertellen of niet? Ik probeer het geen spoiler te maken. Maar er gebeuren dingen die wat minder zijn. En de meeste mensen weten dat donders goed. Simba die wordt eigenlijk niet vermoord. Alhoewel, dat wil Scar wel. Het is echt heel erg gemeen. Maar Simba moet dus gewoon uit het koninkrijk. Hij wordt gewoon verbannen door Scar. Simba die vlucht gewoon weg. Simba groeit eigenlijk op in een andere situatie dan normaal je zou moeten opgroeien. Dat is bij je ouders. En dat gebeurt dus in dit geval niet. Hij groeit op bij twee prachtige karakters die echt onvergetelijk zijn. Die series hebben, die zelfs een eigen film hebben. Oftewel The Lion King 3. En dat zijn Timon en Pumbaa, oftewel Hakuna Matata. Het leuke van deze film is dat er eigenlijk altijd een boodschap in de Lion King films zitten. Ja, ik weet dat in elke Disney film een prachtige menselijke boodschap in zit. Wat ze door dieren laten vertellen, zo moet ik het eigenlijk zeggen. De wijze les in de Lion King 1 is eigenlijk puur gewoon Hakuna Matata. Hoe ik het eigenlijk in het begin van de video vermeldde. Je hebt, of heb geen zorgen. Er zijn dingen gebeurd in het verleden, maar je moet ook kijken naar de toekomst. En deze film laat zien hoe je jezelf sterk kan maken om toch weer naar je toekomst te gaan. Maak er wat moois van. Het is heel lastig uit te leggen. Ik denk dat het beter is dat je de film moet zien dan dat je het van mij hoort hoe gaaf de film is. Ik ga niet vertellen over de andere twee delen van The Lion King 2 en 3. Heel veel mensen beweren dat het uitmelkerij is. Ik kan me daar heel goed bij voorstellen, na het succes van deel 1. Maar dan vind ik nog dat deel 2 en deel 3 twee geweldige films zijn. En eigenlijk ook, dat je die eigenlijk ook moet hebben gezien. Ik bedoel, ik heb ze allemaal op videoband gehad. En vroeger was het zo, toen ik de films keek en de film was afgelopen, begon ik te huilen. Ja, dat heeft mijn moeder verteld. En mijn moeder moest eigenlijk de film terugspoelen en weer op de play-knop drukken. En zo keek ik in de middag de film 5 of 6 keer.
Dat is echt ongelooflijk. Maar dan was ik gewoon helemaal stil. Dan zat ik met lekker een bordje pap. En dan zat ik heerlijk voor de televisie. Zat ik lekker The Lion King te kijken. En dat is eigenlijk de enige film die ik zoveel heb gezien. En het duurde heel lang voordat ik hem op Blu-ray keek eigenlijk. Eén dingetje over The Lion King 2 wil ik wel kwijt. Daar ook zit weer een hele wijze boodschap in. Er komt een liedje in de film voor, net als alle andere films. En dat nummer heet Wij zijn één. En ik vind toch, als je kijkt, dan gaat het toch wel over het hele menselijke ras. Wij op aarde, wij zijn één. En ik denk dat er gewoon, net als in de film, wordt er een oorlog vertoond tussen twee partijen. En daar is nergens voor nodig als je het met elkaar uitpraat. En zulke boodschappen zijn zo verschrikkelijk sterk dat je er als kind, als je kind bent, besef je die dingen nog niet. Maar als je dan ouder bent en je gaat de film terugkijken, dan merk je dat er een wijze boodschap in de film zit. En vooral in The Lion King zit daar gewoon een hele grote boodschap in. Dus dat wil ik even kwijt. Ik hoop dat jullie een leuke recensie vonden. En natuurlijk is het ook aan jou, als je de film nog niet hebt gezien, ga alsjeblieft al die drie die films gewoon lekker kijken op je gemakje. Organiseer een filmmiddagje of een avondje. Zet die film op. Kijk de volgende dag deel 2 en die daarna deel 3. En ga lekker achterover zitten met popcorn, weet ik veel. En ja, Hakuna Matata. Onder in de beschrijving kan je de films voor een goedkope prijs kopen. Dus kijk eventjes onderin. De films zijn Nederlands gesproken en met Nederlandse ondertiteling. En geen verzendkosten. Dus kijk snel op de website in de beschrijving. En dan zijn we de volgende keer weer met een nieuwe recensie van een film. Doei doei!